Google verzamelt veel informatie over ons. Gelukkig heb je er wel wat controle over. In deze video leggen we uit hoe je ervoor zorgt dat Google iets minder van je te weten komt. Ga naar myaccounts.google.com. Als je geen Google-account hebt, dan kun je hier een beperkt aantal instellingen wijzigen via tools die u nu kunt gebruiken. Je kunt dan voorkomen dat Google je zoekgeschiedenis opslaat, YouTube-geschiedenis bewaart of advertenties personaliseert. Veel mensen hebben wel een Google-account. Log dan in om nog beter te regelen wat Google allemaal opslaat. In deze browser ben ik al ingelogd. Klik hier op Uw persoonlijke informatie en wijzig daar zo nodig gegevens als naam, e-mailadres en geboortedatum. Als je een Google Plus-account hebt, zie je hier instellingen voor Google Plus. Klik daarop om de instellingen aan te passen of Google Plus helemaal te verwijderen. Via aanbevelingen uit uw kringen kun je voorkomen dat Google je naam en foto gebruikt bij aanbevelingen, bijvoorbeeld in de Google Play Store. Klik hierop en haal op de volgende pagina het vinkje weg. Wat verder naar beneden komen we bij activiteitsopties, waar je kunt bepalen welke persoonlijke informatie Google mag gebruiken. Klik hierop, ga naar activiteitsopties en loop alle onderdelen langs. Hier kun je ervoor kiezen of Google je zoekopdrachten en surfactiviteiten mag opslaan. Dat verbetert wel je zoekresultaten, maar Google weet dan wel waar je naar zoekt en welke advertenties je aanklikt. Als je dat niet wilt, zet je hier het schuifje uit. Via locatiegeschiedenis kun je ervoor zorgen dat Google niet in kaart brengt waar je zoal naartoe gaat. Door apparaatgegevens uit te zetten, voorkom je dat er gegevens van bijvoorbeeld je agenda of adresboek. Worden gesynchroniseerd met je smartphone of tablet. Google bewaart al je gesproken zoekopdrachten, je kunt dat hier uitzetten, en ook naar welke YouTube-video's je hebt gezocht en welke je hebt bekeken, wordt bewaard. Zet dat uit via deze twee vinkjes. Een stapje terug dan, en klik dan op Ga naar Mijn activiteit. Daar blijkt hoe gedetailleerd je gebruikersprofiel van Google eigenlijk is. Je kunt zien op welke advertenties je hebt geklikt, welke afbeeldingen je hebt bekeken en waar je bent geweest. Zelfs je spraakopdrachten kun je terugluisteren. Gelukkig kun je al die informatie meteen verwijderen. Klik links in het menu op activiteiten verwijderen op basis van. En verander dan vandaag in onbeperkt en klik op verwijderen. En tot slot passen we de advertentie instelling aan. Ga weer een stapje terug. En klik nu op Advertentie-instellingen beheren. En zet de schakelaar bij Advertenties personaliseren uit. En tot zover deze korte uitleg. Meer weten over het instellen van de privacy-opties van Google? Lees dan de nieuwe Digitaalgids.